Gisterochtend om 9 uur is een trein ontspoord als gevolg van een aanrijding. Daarbij is 150 meter spoor beschadigd. We hebben veel incidenten meegemaakt, maar dit is wel een hele uitzonderlijke. Het weghalen van deze treindelen is technisch gezien ook best wel een uitdaging. De treinen zijn aan elkaar gekoppeld, deze delen. En ze hebben allemaal een eigen draaistel. Nou, dat betekent dat ze eigenlijk een beetje op elkaar hangen op het moment dat ze rijden. Nou, ze zijn hier gekanteld en in het land terechtgekomen en daardoor staan die koppelingen heel erg onder spanning. Dus het losmaken van die treindelen van elkaar is daardoor extra lastig. Dus er komt ook slijpwerk bij kijken en sleutelwerk. Nou ja, en uiteindelijk lukt het wel, maar we hebben er wel tijd voor nodig. Kijk, wat we hier zien is dat op de achtergrond dat de tweede rijtuig wordt weggetakeld. Het eerste staat op een dieplader. Dat werk gaat vlot. Het is ook echt het vak van pro om te zorgen dat alles hier goed ook wordt opgeruimd en de banen hersteld.